Wij hebben een nieuwe serie op Prime Video genaamd B&B Bankzitters. En wij hebben allemaal een dag gekregen om voor te bereiden voor de perfecte week van ons leven. En daarin gebeurt natuurlijk zoveel, want wij zitten ook super grappig, dat niet alles de aflevering kan halen. Maar voor de momenten die het dus niet gehaald hebben, hebben we deze extra YouTube-serie. En laat nou vandaag de eerste dag mijn dag zijn. Wellicht meteen de leukste. Dus zijn dit allemaal leuke momenten die het net niet hebben gehaald. En wat je dus niet zag in B&B Bankzitters. Ja, Prime Video heeft ons natuurlijk de sleutels gegeven van deze droom B&B. Inmiddels is Koen even een live-action demonstratie van comedy aan het uitvoeren. Maar dit zie je toch nergens. Ik heb er niet genoeg cent uit of zo. Dat is de eerste leuke grap van de hele serie. Ik hoop niet de laatste. Ga maar verder. Ik heb gewoon trek. Jouw vader heeft diabetes. Het is in de familie. Niet meteen kijken, maar Max Verstappen is op het hoofd. Hij is niet gezond. Dat doe je er niet met. Dat doe je er. Mendo! Nee, die En ik dacht, we gaan gewoon terug naar de roots. De woods. De woods, wat? De wat? Hij probeert een serieus verhaal te vertellen over zijn aflevering. Ik lijk er ook. Ik werd vanochtend wakker en ik stapte met mijn blote voeten mijn badkamer in, waar deze mat ligt. Ik weet niet welke imbeciel dit gedaan heeft, maar hier zitten toch scherpe punten aan. Het is alsof je op Lego staat. Ze zijn altijd vers. Kom nu naar de snackraam van Vincent. Toch? De schijf van 5. En daarom dacht ik, we gaan gewoon terug naar de roots toen ik nog echt wel de baas was en YouTube Gadverdamme, nog... Gadverdamme ouwe, kijk wat hij doet. Ik vind het niet leuk. Vertel verder. Wat zit hier dan? Dit is boven Rob's kamer. Deze kamer, dat ga ik niet vertellen wat er is. Maar het hoort wel bij het spel vandaag. Dit is echt, dit is een soort van levende zonnebank. Ik ga wel zeggen... Hey, kijk eens. Ja, jullie weten het niet. Maar dat is ook het plan van vanavond. En daarvoor hebben we deze kamer nodig. Dat is iemand die hier werkt. Dat Maarten. Is een dat is Maarten, ja. Dat is een vrouw. Ja, bedankt. Vroeger was YouTube nog simpel, dan konden we gewoon nog een leuke crossbar challenge doen. Nu moet je gewoon, om leuk te zijn, een beetje leuk te zijn, moet je een heel pot chocopasta met je handen opeten. Het was zo moeilijk geworden. Ja, vroeger was echt alles beter. Ik vind het wel grappig. Wat is dit nou? Nee, maar dit is goed man, dit is... Oh nee! Oh, dat is B&B. Oké. Dan vind ik het een groot risico. Hey! We zijn aan het filmen! Even stil! What the fuck? Een fanfare! Een van de Ierse doedelzakband. Jezus man, hoe moeilijk is het? We zijn aan het filmen! Jullie blijven even hier, ik ga even kijken, oké? Wat is dit? Ik ga even kijken, jullie moeten even hier blijven. Ik ga even kijken wat het is. We moeten hier blijven. Oh, zie jij wat ik zie? Als dat een voetkraam niet is. Een boormachine. Ja, maar die boormachine die is logisch erbij. Want kijk. Maar wat dacht je ervan? Kijk, ik zie bijvoorbeeld deze, wacht, ik zie dit vakje. En daarin zijn zowel een kipkorn als een frikandel. Maar die horen natuurlijk niet samen. Want die mag eigenlijk maar één snack per vakje. Nee. Dus dan moet je hem eigenlijk even aan elkaar boren. Het is niet en dan, zo. En dan heb je dus één snack. Er zit geen schroef in of zo. Je boort er nu gewoon doorheen. Oh, maar ik krijg ze echt niet los van elkaar. Nu zit weer één snack, die hoort je weer in het vakje. Nu is het goed. We gaan vandaag terug naar de roots. We gaan een leuke voetbaldag van maken. Kijk. Dat vind ik tof. Ja, die moet je maar high-fiven. Je hebt de baas. Je moet ook een beetje, aardig zijn voor de rest. Je bent de baas van de BB. Geef hem gewoon een high-five. Geef hem gewoon een high-five. Yeah! Oh, dat was ook op aan de hand zien nu. Milo, pas op, daar ligt een heel groot meer. Blijf vanaf, niet tegen het andere team praten. Daar moet je niet inschieten. Hey, Bro, klaar gaan staan nu. Ik heb het heel koud, doe even deze aan. Jezus, maar ik heb ook geen autoriteit. Het is mooi dat je die bal die leg je even verder naar rechts. En dan jouw aanloop gaat alleen maar meer naar links. Hou nou even je mond een keer. We zijn het spel bezig. Ja, ik wil geel. Nu even je mond houden. Wat is je naam? Die heb ik altijd met mijn oma. Die is dood. Ja, precies. Was ook maar dood. Maar dit is heel simpel, dit moet met een hakje. Want nee, ik kan anders niet staan. Dit er nou overheen. Hou me vast, dan kan ik hangen. Maar dan moet ik even wel ingrijpen als scheidsrechter. Wat doe je nou?
Oh, mijn poot! Wat is dit? Wat doe je nou? Dan lukt het even je baas. Hier is de grens van de aarde. Ja, prima. Van de aarde. Van de aarde. Wip hem eroverheen, Milo. Kom. Ja? Je moet niet door. Nee! Milo. Hij is wel hoger. Je bent zo koud en slecht. Ja! Ik kan hier toch niet staan! En nu ben ik er klaar mee. Hey, wat ligt er naast de nachtkastie? Het is een toiletrol en daaronder een vies tijdschrift. Maar dit is toch niet waar? Dit heeft hij toch neergelegd in de hoop dat wij hier kwamen? Het is ook een rolletje met net genoeg ruit dat je weet. Als je hij mist net dit randje. En dat was nieuw. Vond je dit nou wel leuk? Dan moet je echt de hele aflevering gaan checken. Nu op Prime Video. Abdennen! Bankzitters zijn hier! We zijn in België omdat we van Prime Video wekenlang de sleutels hebben gekregen van deze drone B&B. Jongens, zijn jullie klaar voor een ouderwets potje extreem woedgoal! Werkt die toch? De vriend van Bob! Jongens, welkom! Van de epische finale! Ja! Ik pak hem! Wat heb jij een tyfusdag voorbereid? Ja,